Goedenavond Bergenlanders, we staan hier voor bij de glasart servicewinkel in Ruurlo. Vandaag is de laatste dag dat de glasart servicewinkel in Ruurlo is en het project wordt nu afgerond. En we gaan even naar binnen om te kijken of er nog iemand van de providers binnen is die ons iets meer kan vertellen. Zo, we zijn binnen. Goedenavond. 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 U bent van? Concepts ICT. Uw Concepts. En u bent van? Solcon Internetdiensten. Oké, dat zijn de providers hier in Ruurlo. En hoe is het gegaan? Dit is de laatste dag hè, dat de uitrol is in Ruurlo. En mensen konden vandaag hier nog komen in de servicewinkel om vragen te stellen. En daarna is het afgelopen. En hoe is het gegaan vandaag, de laatste dag? Nee, ik ben zelf in de winkel ook aanwezig geweest eind van deze middag. En toch een paar klanten kunnen helpen natuurlijk. Je ziet dat toch natuurlijk met zo'n grote uitrol niet alles 100% goed gaat. Dus we hebben wel nodig, hebben natuurlijk mensen kunnen helpen dingen op te lossen. En, maar al met al een hele leuke middag, leuke mensen gesproken. Oké. En u? Voor mijzelf van hetzelfde. We hebben zelf natuurlijk ook onze dingetjes bij opleveringen gehad. En voor de rest aan het einde van de dag hier even aanwezig geweest om te kijken wat er nog zou spelen. En we verwachten ook van het personeel bij Stegeman dat die ons zullen ondersteunen in de tijd dat wij hier niet meer in de glashuiswinkel aanwezig zullen zijn. Maar dat hun ons in ieder geval weten te vinden om de gezamenlijke klant te helpen. Oké, dus de servicewinkel is nu eigenlijk voorbij hier bij Stegeman? Vanuit Glashout? Ja. Volgens mij wel, ja. Oké, dus als mensen vragen hebben, dan kunnen ze eigenlijk gewoon rechtstreeks bij de provider terecht? Ja. De meeste vragen die mensen nu ook zullen hebben, ze hebben er nu een modem in de meterkast of waar die ook is geplaatst. Betekent nu dat mensen diensten kunnen afnemen. En die diensten, daar zullen ze inderdaad bij de providers terecht kunnen. En dan kunnen ze ons gewoon bellen of mailen of schrijven en dan proberen we zo goed mogelijk te helpen. Oké. En vanavond in de Luifel heb ik gehoord, is de afsluiter. Ja. Heel Ruurlo is uitgenodigd om een drankje te komen drinken. Ja. Dat we gezamenlijk gaan afsluiten. Dus dan zullen we daar vanavond verder even filmen. Ik denk dat het een groot succes gaat worden. Oké, dank jullie wel. Wat moeten wij doen om het signaal binnen te krijgen? Dat was een handtekeningactie. Dat heeft ontzettend lang geduurd. A, om medewerker bij UBC te krijgen. En ook B, om die handtekening die we daarin gezameld hadden, die hebben we samen met Altena gedaan, om die ook aan te bieden. Dat is allemaal wel gelukt. Maar met UBC zei van nou, we gaan wat ondernemen om digitale tv nodig te maken. Ik kwam vast naar binnen. En die zegt van nou, wij willen eigenlijk dit, wat we nu eigenlijk met z'n allen gerealiseerd hebben. En dat is in april van 2009 geweest. En als je dan verder, wat Henk ook al zei, een jaar verder kijkt, dat meer dan 60% van de Ruurlose huishoudens aangesloten is op het glasvezelnet, dan mogen we daar denk ik best wel trots op zijn. Want binnen 6 weken heeft Ruurlo ja gezegd tegen iets wat eigenlijk helemaal ver van ons afstond. We konden A niet laten zien wat de beeldkwaliteit was. Wat internet deed, hoe snel het was. En al helemaal niet met de telefoon, want dat was ook niet mogelijk. Ik heb met Henk daar anders over gehad. Het is eigenlijk onachterhoeks omdat we dat gehaald hebben. Maar de Achterhoek zegt heel vaak van ja, ja. En dan weet iedereen wel dat het eigenlijk dan nee is. Maar in Ruurlo was het gewoon ja. En daarmee zijn we eigenlijk een voorbeeld voor deze Achterhoek. Sterkt ons ook, ons is het met name de initiatiefgroep, dat we dus nu de buurgemeenten in Vorden, in Hengelo, Zelm, Eibergen wordt onderhandeld, Aalten, noem ze eigenlijk allemaal maar op in de Achterhoek. Dat wij als Ruurlo gewoon daar nummer 1 in zijn geweest. En dat is eigenlijk best wel iets waar wij trots op zijn. In zo'n woordje als je nu doet, moet je eigenlijk ook een aantal mensen bedanken. Want zonder een regenvijver, een glaszaak, een Solcon, een Concepts en de aannemende haakvoorziers kun je niet wat. Want wij krijgen nooit de kabel eronder in. Ja, wel een stukje, maar nooit geen zoveel kilometer. Dus ik wil ze daar eigenlijk heel hard voor bedanken dat wij ook die mogelijkheid hebben gekregen om in Ruurlo die kabel erin te leggen. Dat wil ik bij deze doen. Ik wil ook Deco Simon bedanken voor de denk ik wel unieke samenwerking die wij gedaan hebben. We hebben met elkaar overlegd van wie doet wat, zodat we A, de mensen zo snel mogelijk hebben kunnen bedienen,
en iedereen ook zijn eigen sterke punten naar voren kan brengen. Wij met tv en hun met computers. Dus op zichzelf, jongens, hartstikke bedankt voor het fijne samenwerken. Als laatste, en dan moet ik, dan moet ik mijn eigen mensen bedanken. Want we zijn toch vanaf 1 januari eigenlijk servicepunt geweest. En daar kwam er altijd wel iemand vragen van, God, hoe zit dit en hoe zit dat? En ik heb niet één keer dus kunnen betrappen op samenhorigheid en zeg van, nou, pots, maar wat nu, ja. Ze blijven enthousiast vertellen over die glaswereld. En iedere keer maar de voordeel, soms ook een nadeel voor iedereen, die zijn er gewoon. Maar ze bleven daar positief in. En daar heb ik ze ook heel erg hartelijk voor bedankt. Ik heb als afsluiting heb ik erop staan. Ik ben blij dat we in Ruurlo klaar zijn voor de toekomst met betrekking tot communicatie. In de ruimste zin des woords. Ik spreek dan ook de wens uit dat iedereen die voor glaswezel gekozen heeft, blij en tevreden is met de gemaakte keus en hier nog jarenlang plezier van mag beleven. En dank u wel. Nou, bedankt natuurlijk Bert voor alle inzet. Ook namens Solvon natuurlijk, als servicepunt heeft hij ons bijgestaan om alle mensen met vragen te kunnen helpen, ook op het gebied van Solvon. Daar zijn we erg blij om. Uiteraard wil Solvon ook de klanten en de bewoners van Ruurlo bedanken voor hun, voor hun geduld tijdens de aanleg. En we zijn blij dat we een gebied erbij hebben, zoals Ruurlo, waar toch de gemeente erg hecht is, hebben we gemerkt. Er is een hoge penetratie van orders binnengekomen en we kunnen goed merken dat het echt goed leeft in Ruurlo. En als Solvon zijn hopen wij dat we voor de toekomst in ieder geval de bewoners van Ruurlo kunnen voorzien in hun wensen. Dus dat wij onze diensten kunnen aansluiten en dat we een goede service provider kunnen zijn en daar ook voor u kunnen wezen wanneer het nodig is. Wil ik het woord geven aan mijn conculega. Goedenavond, ik ben Jan Datema van Concepts ICT, een van de twee providers. Ik wil natuurlijk ook iedereen heel hartelijk bedanken voor alles wat er eigenlijk hier is gebeurd in Ruurlo, want dat is toch wel behoorlijk uniek. Er zijn nog niet zo heel veel plaatsen in Nederland die verglaasd zijn en Ruurlo is daar toch een van de voorlopers nu in. En ik geloof ook dat dat een hele goede keuze is geweest, waar wij blij mee zijn, maar ik hoop jullie ook allemaal. Ik wil ook iedereen bedanken en natuurlijk Bert voor de kans die jij heeft gegeven. Regenvaarder, natuurlijk het personeel van Stegeman, DecoSign, Decocom, zelfs Ruurlo vandaag, de kranten, de radio, Graafschap TV heeft zelfs nog meegeholpen om hier te zorgen dat de glasvezel komt. En dan vergeet ik nog een heleboel mensen, daar ben ik helemaal van overtuigd dat ik mensen vergeet. Maar ik wil iedereen bedanken hiervoor. Die zijn beste week hiervoor heeft voorgezet. Ik hoop ook dat we in de toekomst in Ruurlo een goed product mogen blijven aanbieden. We zijn ons ervan bewust dat er ook dingen fout zijn gegaan of misschien nog niet helemaal goed gaan. Bel ons alsjeblieft als daar vragen over zijn. Kom langs in de winkel met Stegeman. Die zal het ook gewoon anders doorgeven. Dus laat het weten mochten er vanmiddag nog, vanavond nog dingen zijn. Ik zit hier gewoon voor in de zaal, dus laat het weten, lossen we het op. En voor ons nu en ook wens ik u een hele fijne avond. En natuurlijk een hele goede toekomst die is voorbereid op glasvezel. Dank jullie wel. Nou, dan nog even met de microfoon, want die doet hij weer. Dus Bert kan er gewoon niet mee omgaan. Nou, we nemen even een drankje, want goed de afloop. Bert gaf het al even aan, we hebben nu Hengelo en Vorden en Keienborg en Zelf, die zijn we allemaal, die hebben allemaal 40% gehaald. Dan gaan we, in januari gaan we daar starten met de bouw van het netwerk. Dus dat is ongeveer in deze periode, volgend jaar, is dat ook allemaal te weten. Nou, inmiddels gaan we ook bezig met de gemeente Lochem. Wij starten daar ook om die 40% binnen te halen, daar zijn we nu al gestart. En daar heb je de kern en de Lochem, daar heb je Haarsum, Gortel, Eemsum, noem maar op, al die plaatjes in de gemeente Lochem. Die hebben allemaal aangegeven dat ze graag aangesloten willen worden op glasvezel. De gemeente Oude IJsselstreek heeft ze gebeld. De gemeente heeft gezegd van wij willen als gemeente gewoon, wij willen aangesloten worden. Wij zien dat als een toegevoegde waarde, goede infrastructuur voor onze mensen.
De gemeente Zevenaar heeft zich gemeld. Dus wij kunnen het gewoon niet bijhouden om alles aan te sluiten. Maar één ding is wel duidelijk. De Achterhoek loopt in Nederland gewoon hartstikke ver voorop. Echt, dat is echt zo hoor. Want als je kijkt naar andere plaatsen waar we bezig zijn met bouwen, dan langzaam hard in en langzaam goed in. En mensen zijn langzaam enthousiast in als in de Achterhoek. En dat is een compliment aan Ruurlo, want jullie zijn eigenlijk de trekkers geweest. Je ziet het nu als een soort olievlek, zie je het helemaal over de Achterhoek uitspreiden. Dus helemaal top. Straks met elkaar bellen, gaan ze met beeldtelefonie en noem maar op. Helemaal luxuiver HD-kwaliteit. Nogmaals bedankt en u zult ons vast en zeker nog zien. Neem een drankje en wij zijn er nog om even mee te praten. Ja, bedankt.